Al een tijdje verliefd op een lekkere blonde ams. Maar wil toch stiekem experimenteren met andere mannen / vrouwen. Fuck. Nee. Wat heb jij er? Nee. Oh, yes. Nee! Nou, laat jezelf maar zien. The Masked Singer. Maar met mag je ook wel een beetje in beeld zijn hoor, voor de andere camera's. Lekker. Ook dat het dus, het hoeft niet allemaal zo mooi en goed te zijn, hè? Dat is een beetje de YouTube. Ja, nou, je bek, ja! Ah! Carnaval komt eraan, dat betekent maar één ding. Neuken! Hey. Met diarree. Hey. Spuugman. Welkom bij Welkom bij de allereerste aflevering van Money Matties, de show waarin we strijden om het prachtige bedrag van 5000 euro. Vandaag 5000 euro voor degene met de meeste Tinder matches. Woo! Nee! Let's go! Doe hem erin. Ah! Ja, ik kan het toch niet winnen? Yeah. Oh, dit! Blijf van mijn lul af. Oh, ja! Spik splinter nieuw, vers van de pers, Money Matties in het groen, Jart Struik. De altijd heerlijke Jart kun je kennen van zijn semi-grappige Instagram-filmpjes. Ook doet hij een poging tot acteren in leuke publieke omroepprogramma's zoals Spangas. Je wil een slaafje zijn. En werkt hij daarnaast part-time bij de Albert Heijn als vakkenvuller. Paul Bugli, a.k.a. de aftrekscène man. De altijd guitige Paul kun je kennen van niks. Calvin maakt gewoon graag misbruik van hem in filmpjes. Een man aftrekken. Dat slaat echt helemaal nergens op. Net niet een Rolex krijgen. Prank. Zich debiel verkleden en trouwen op het strand. Paul doet niet echt iets met zijn leven, maar is wel leuk en grappig en zegt soms hele heftige scheldwoorden die niemand mag horen. No! Dames en heren, we hebben hier naast mij de grote koning van YouTube, Calvin, a.k.a. Kelvin. Ja. Bram Krikke. De altijd gekke Calvin kun je kennen van. Dit is een beetje ongemakkelijk. Laten we gewoon verder gaan. En dan Quinten Pol, wat kun je nog meer zeggen? De altijd knappe Quinten kun je kennen van zijn smerige valsspeelpraktijken. Wacht maar tot je de andere afleveringen ziet. Verder is hij al 20 jaar beste vrienden met Calvin. Brengt hij een prettige multiculturele balans in deze show en is hij vooral vaak de lul. Kijk. Het staat zelfs in zijn Instagram bio. Ik ben jarig. Speciaal voor jouw verjaardag heb ik wat geregeld. Ja. Nee, echt. Het komt er nu aan. Martine moet het nog even hosselen. Martine, dames en heren! Oh. Nou ja! 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 Vandaag is het aan ons om ervoor te zorgen dat één van ons de meeste aantal likes op Tinder heeft. We gaan niet op de normale manier tinderen, maar we gaan voor elkaar de foto's uitzoeken. Dus geef je telefoon allemaal eentje opzij. Hoe werkt deze telefoon? Nee, dit is een Huawei. Die moet je andersom doen. Wacht, oh. Jij kan ook winnen. Hallo? Wacht, maar jij kan ook winnen. Jij kan ook 5000. Ik kan ook winnen. Maar het is jouw programma. Nou, dan win ik gewoon mijn eigen geld op terug. Godver. Hey, jongens. Ik voel nu al schemings. Ja, jullie gaan zo schemen. Ik voel nu, nee, ons drie tegen Kel, we splitten de money. Ja. Scheming Quinten, hij probeert altijd te schemen. Nee, flink erop. Nee. Hey, blijf van mijn lul af. Oké, dat is toch een fucking goed idee. Ik wil ook winnen. Laat ook maar. Dan hou je gewoon al het geld voor jezelf. Oké, kom op. Ja? Kom. Wij kunnen ook gewoon niet splitten. Nee, no scheming. Nee, flikker op, jongen. Michael, de cameraman, jij bent scheidsrechter, toch? Ja, top. Oh, dit is wel leuk. Dit is wel mooi. Zult je even individueel quotes afnemen bij iedereen, Mike? Niet te lang, gewoon kort, Jart. Kort quotes. Ik heb nog helemaal niks gedaan, hij bek even. Mijn tactiek is... geen tactiek. Ik probeer gewoon lelijke foto's te vinden. Ik heb het gevoel dat deze plan gaat backfire. Mensen denken, hey, deze guy is fucking. Oké, ik heb van iedereen een beetje kunnen kijken wat ze aan het doen zijn, maar Kelvin heeft mijn telefoon. Ik vind het niet meer leuk. Pang pang. Ik vind, nou. Nah. Dit is slim. Jij bent slimmer, man. Jouw IQ heb ik echt onderschat. Ik ben dus gewoon allemaal foto's aan het uitkiezen waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt op Tinder. Gewoon van die reclame dingen en zo waar Kelvin in zit. Dus het is gewoon zo helemaal kut. Of zijn hoofd helemaal uitvergroot dat hij bijna niet eens meer erop lijkt. Hey, Quinten heeft zo'n dode telefoon. Heb je wel eens lol, Quinten? Quinten heeft heel veel foto's met zijn chick op zijn telefoon. Dus ik ga allemaal foto's pakken waar hij of heel lelijk is, of dat je zo ziet dat er een chick is. Oh. Dat is zo kut, want dan kan je dit niet meer eten. Maar ik eet dat wel. Ik neem die hele taart, dan is die gewoon van mij. I don't care, I don't want that fucking cake. Okay. Hè? Hoezo niet? Ondankbare hond. Ja, kijk hoe lelijk ik erop sta. Gegeven paard in zijn bek kijken. Ja, ik ga mijn schoenen er gewoon niet opeten.
Wat zijn nou voor domme... Ben jij een blowende VMBO'er of zo? Elektronische apparaten. En ja, en nog meer dingen. Dan gaan we nog even de bio voor elkaar bedenken. Waarom heb je taart op je neus? Pang, pang. Wat is het spel? Het spel is een knappe kop hebben. Een knappe kop hebben. Jij hebt al gewonnen, Quinn. Right back. Mensen zien Kelvin's hoofd en die denken swipey swipey. Kijk, die huge bunny. Ik ben nog steeds niet op de... Oh, hier. Ik heb zo'n fucking rare bio. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Ik heb een tactiek om Quinten te begraven. www.youtube.com Ladies and gentlemen, we got him. Hij is echt een gore, vieze, vuile... Nou, kan je niet zeggen. Dit, nee, maar dit vind ik dus echt niet gek. Kijk op, die take duurt 8 uur. Die editors worden gek. Kijk, dit krijg je als je gewoon de vinger in die taart steekt. Eeuw. Tijd voor de onthulling. Dus ik denk dat het, wat is denk ik qua shot het leukst, Mike? Diegene die hiervoor zit en jullie achter naar de camera. En dan moet hij zijn eigen bio gaan voorlezen. Ja, dat dacht ik. En de foto's. Oh, dat, ja, eigen bio. Ja. Hey, hallo, ik ben Jart Struik. Quinten heeft mijn profiel gemaakt. En ik ga even kijken hoe het uitziet. Hele goede, heel sterk, heel netjes. We hadden gezegd dat we geen werk en dingen gingen doen. Hoe fucking moeilijk is het? Hier lijkt je niet eens op. Wat is dit ook? Deze weet ik wel nog, heel nice. Hey, op deze foto kijk je allemaal alsof je soort van iets vies in je mond hebt. Nou, lees je bio voor. Ik neuk alles met een hartslag. Badoen, badoen. Neukie, neukie. Ik vind geweld ook leukie. Ik lieg over alles. Flat Earth for life. Suïcidaal is lekker. Ik haat iedereen en alles. Aldus Quinten Pol over Jart Struik, 2019. Jezus. Mijn naam is Quinten Pol. Kelvin heeft mijn telefoon doorzocht en mijn foto's gepakt en die in de bio gezet op Tinder. Oh, Instagram. Deze is... fuck met mijn fucking vriendin! Het is gewoon een foto met mijn vriendin! Wat hebben we gezegd dat het niet met andere mensen mocht? Nee, maar ze staat er niet helemaal op. Ze ziet gewoon een deel. Hey! Naast me met mijn vriendin! Oh nee! Ik had last van mijn amandelen. Dus ik had een foto gemaakt van mijn ontstoken amandelen, godverdomme. Oké. Ja. Oh, godverdomme. Nee! Al een tijdje verliefd op een lekkere blonde ams. Maar wil toch stiekem experimenteren met andere mannen / vrouwen. Zonder dat mijn chimie het weet. Like me en we gaan lijpe dingen beleven. Mi pang pang, ben pooiertje. In het weekend, door de week kan je me bellen voor sos. Ja, I'm out. Ik ben Kelvin. Kelvin? Kelvin. Ik ben Kelvin. Paul heeft mijn Tinder gemaakt. Ik hoop dat je er helemaal niks aan hebt. Waarom dit? Deze is toch prachtig? Kaalwijn! Dit is Kaalwijn! Ja, het zijn geen hele lelijke foto's, maar het is gewoon allemaal stockmaterial. Balfie. Nou, mijn bio gaat als volgt. Bot automated fake fan account. www.faketinderaccounts.com Ja, ik kan het toch niet winnen zo, gast! Lekker. Dat is toch de bedoeling? Lekker, Paul. Niemand moet erop klikken. Iedereen moet gewoon denken, oh, spam. Siri, hoe heet ik? Jij bent Paul. Maar je wilt liever dat ik je bolletje bol po potje po potje pol pol potje potje pol pol dat je pol 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 dat je pol noem. Dankjewel. Oké, ja. Gat, ja. Naar wie was dit? Wow. Hier was ik met een geit. Ik had een geit gehuurd. Oh nee! Vaseline en ureumcreme. Nee, dit is niet wat het lijkt wat het is. Fucking hell. Vrije geest. Lief op zoek naar oudere vrouwen of jonger, maakt niet uit. Niks vast, wil alleen hard kabonken banken. Kabonken. Ik heb het niet als een oude man. Kabonken banken. Daar zijn we dan. We hebben alle instellingen gelijk gezet. We gaan 50 keer naar rechts swipen en dan zullen we zien wie de meeste matches heeft. Are you ready, boys? Ja. 1, 2, 3, 4,
5. Vijf. 49. 50. Ik zag dat je allemaal matches had. Ja, ik had best wel veel matches al. Oh. Ik had niks, broer. Like allemaal. Like ons. Ga snel op Tinder. Like. Oh nee, dit is natuurlijk veel later. Ja, dus die komt hier tussen en die heeft een doos op het hoofd. En dan gaat het af en dan zien we en dan bespreek ik de rest wel. Je weet helemaal niks, dus jij gaat Oh, sorry. Matches gaan niet vanzelf, zoals je weet, dus we moeten even de tijd overbruggen. En ik dacht, het is in de tussentijd misschien leuk om jullie, maar ook ons te vermaken met wat entertainment. Dus daarom komt er iemand waarop we even gaan testen of onze bio's een beetje werken. Peter is tegen de tand toe lekker. Oké. Okay. Gelukkig hebben we geen zenders om, zodat je dat niet verstopt. Oh, oké. Uit zijn man. Sowieso Steven de Vries. Hoe dis? Kom er tussenin zo. Nou, laat jezelf maar zien, The Masked Singer. Dit is Thomas Cox. Thomas is een van de meest charismatische en sympathieke deelnemers van Temptation Island. Kunnen we ook ergens gewoon neuken? Omdat hij zo'n lekkere verleider is, is hij de perfecte persoon om onze Tinder-profielen op te testen. Als Thomas je zou liken, telt het alvast als één officiële like. En die is belangrijk. Hey! We hebben net een Tinder-account aangemaakt. En ik dacht, we kunnen even onze bio testen op een lekker wijf, maar ja, toen kwam jij ineens. Ja, dus daar, sorry jongens. Daar is iets verkeerd gegaan. We gaan gewoon de bio voorlezen en op basis daarvan moet jij gewoon bepalen of je zou liken of niet. Tinder koning Thomas Cox. Bot automated fake fan account. Nou kijk, iedereen die jou swipe op Tinder, die denkt al dit is een fake account. En jij hebt dan gewoon nog even extra schepje bovenop gedaan. Maar het gaat werken. Ja? Werken? Dat is natuurlijk niet. Nee. Ik dacht al, wat serieus? Dat is ook wat reversed. Al een tijdje verliefd op een lekkere blonde Ams, maar wil toch stiekem experimenteren met andere mannen slash vrouwen. Nou, niks aan geloof. Nee, dit is wel een leugen. Oh, jij gaat hier zo gezeik mee krijgen? Ja. Nee, ja, als je dus in bent voor een beetje iets wat niet mag, wat heel veel mensen zijn, dan gaan ze liken, dus ja. En helemaal jij met zou liken. Met jouw foto's erbij. Maar die foto's die Wil alleen hard kabon kabonken. Nee, 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 nee. Kabonken kabanken. De oudere vrouwen die denken, oh oude vrouwen, dat is leuk. Ja, ja, ja. Die keuze voor hun is beperkt, maar dan heb je dus een oudere Temptation Island verleidster nodig. En die zijn er niet. Dus, zou je swipen? Nee, dat is geen swipen. Temptation Island 65 plus? Ja! Temptation Island senior. Iemand bel RTL! Peter! Ik neuk alles met een hartslag. Neukie. Daar zitten mensen te geweld is leukie. Daar is leukie. Nou, deze man. Maar zou jij mij liken? Ja, je ziet dat in de van leukie neukie. Godverdomme, hoezo is dit nou? Hoezo krijg je hart? Ja. Ik vind dit niet eerlijk. Godsamme. Wax. Aap. Winter. Hallo. We gaan de matches bekijken. Begin het bij Quinten. Quint, het is inmiddels een paar uur geleden dat we de Tinder's hebben gemaakt. We hebben 50 keer geswiped. Je hebt sowieso al één. Ik heb geswiped. Van Thomas. Dus jij kan er zelfs 51 halen, hè, als je zou kunnen. Kaak. Hier, 12 matches. Matches. 12. En dan met Thomas erbij is 13. 13. Ja. Fuck. Oh, kijk, die zou gelijk. Je hebt ook al 12. Fuck. Nee. Wat heb jij er? Nee. Oh, yes. Nee! Matches? 9, 10, 11, 12. Ook al 12. 12. Ja, 12. Jij hebt de 13. King! Nee, joh! King! Oh, allemaal door deze lul. Oh, maar ik heb alleen maar mannen! Alleen maar mannen! Nou ben ik aan de beurt. De neppe screenshot Tinderman. We zijn klaar. Gast, ik heb één. Ik heb sowieso. Jullie hadden niks als je gewoon eruit gekikt bent. Als hij eruit gekikt is, dan heeft hij sowieso niks. Heb jij een nul? Doe je wifi eens uit? Doe je een nul? Ik heb nul matches, gast. Nul fucking matches. Ja, kijk hoe kut. Het lijkt gewoon zo. 5000 euro in het allerlelijkste kistje ever. Quint had er 13. Oh, heeft er 12. Ik heb een 0. Dat heeft het. Ik heb een 0. Nee! Ja! 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 Even een kleine stilte voor het feit dat mensen allemaal massaal hebben geswiped.
voor iemand met een vriendin die zegt dat hij wil cheaten in zijn bio. Abonneer op mijn kanaal, like deze video. Quinty heeft 5000 euro gewonnen. Degene die als eerste 4 afleveringen na elkaar wint, krijgt het officieel en mag het mee naar huis nemen. Tot dan, hè, bitches. Quinty heeft deze aflevering van Money Matties gewonnen en dat betekent dat hij de 5000 euro moet gaan verdedigen. Degene die als eerste 4 afleveringen heeft gewonnen, mag het geldbedrag namelijk officieel mee naar huis nemen. Tot volgende week.